Tour de Jour vandaag, de start van in Breda. Wat verwacht je zelf van de Tour? Ja, dat is meteen een vraag, hè? Ik verwacht er heel veel van, eerlijk gezegd. Ik bedoel, ik denk dat het een hele mooie Tour gaan worden. Ik heb wel van de kenners zoals Michael begrepen dat die minder zwaar is dan de afgelopen jaren. 6 bergetappes, waarvan 3 aankomsten op een berg. En dat er daardoor heel veel mogelijk is. Dus dat ze heel dicht bij elkaar gaan blijven tot het einde. Dus het wordt heel spannend. En daar hebben we elke avond een topshow hier in Breda. Want ik moet Breda veel noemen, hè? Want jullie zijn van Breda, toch? Of niet? Inderdaad. Had ik Breda al genoemd? Nog niet. Breda. Goed man, we zitten in Breda. Okay. Gaan we heel veel over praten hier in Breda. Daar. Zijn jullie klaar voor de start? Ja, altijd. Ja, natuurlijk. Ik vind het een supergezellige stad. Ik heb er ook best wel een band mee. Vroeger had je hier altijd op Koninginnedag had je de Oranje Ronde van Breda. En die heeft mijn broer 2 keer gewonnen en ik heb hem 1 keer gewonnen. Dus we hebben wel echt een band met de stad. Wat vind je dat Tour de Jour wordt opgenomen in Breda? Je geboortegrond? Ja, is makkelijk, want ik was uitgenodigd om 5 keer te komen. En ik woon hier vlak in de buurt, dus dat komt goed uit. En bovendien is het mooiste decor wat je kunt bedenken. Dit is de wielerregio traditioneel gezien van Nederland. West-Brabant, hier komen de meeste grootheden uit het wielerverleden van Nederland vandaan. Dus het is heel erg terecht dat er hier in Breda wordt opgenomen. Wat ik verwacht? Ik verwacht dat er heel aanvallend gekoerst gaat worden, omdat het niet een extreem zware editie van de Tour de France is. Tour de France is natuurlijk altijd zwaar, maar renners maken het zwaar. Maar ik denk dat, dat een aantal toppers toch wel heel nerveus worden van dit parcours, omdat ze maar weinig kansen hebben om echt tijdsverschil te kunnen maken. Dus het kan wel eens een hele open Tour worden. Ik verwacht dat uiteindelijk Froome wel weer gaat winnen. Maar ik verwacht wel een spannende gevecht. En als er per ongeluk iets durft te gebeuren met Froome, net zoals in 2014, ja, dan kan het wel eens een hele interessante Tour worden. Want dan zijn er heel veel jongens aan elkaar gewaagd. Wat is de aantrekkingskracht van Breda om Tour de Jour te organiseren? Nou, kijk, West-Brabant is een wielerprovincie bij uitstek, regio. We hebben hier echt heel veel wielrenners. Hier komen heel veel mensen ook naartoe om te wielrennen. We hebben hier echt gewoon toppers altijd gehad. En in zo'n wielerregio. Past een uitzending en past een Formule Tour de Jour perfect. Wat voor shirt is dit? Dit is een shirt van 076. Het teken met het wapen van Breda. Hier zie je het nog beter op de achterkant. 076. Laten zien dat we in de wielerregio West-Brabant de wielerstad Breda zijn. Vind je ervan dat het in Breda wordt gehouden? Nou, erg leuk. Ja. Ja, wel gezellig en ik denk dat het wel leuk wordt deze 3 weken. Erik Dijkstra, alsof je het nooit anders gedaan hebt, zeg. De kop is eraf. 3 weken op de oude vismarkt in Breda. Tour de Jour. Met Wilfred Gené en consorten. Thuiswedstrijdje natuurlijk gelijk. Maar dan gaan we naar een andere hele mooie stad, Düsseldorf. Breda nu. Je weet het meteen.